De bananen die we kopen in de supermarkt, die komen uit Zuid-Amerika. Zoals deze bananen bijvoorbeeld, die komen uit Colombia. Maar straks worden bananen door een bedrijf gewoon om de hoek geteeld. Ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit een experiment wat we in 2018 hebben gedaan, samen met de Wageningen Universiteit, waar we bananen op substraat hebben geteeld. Ja, blijkt dus dat er een hele mooie basis is gelegd om door te gaan met de nederbanaan en om een nederbanaan echt te gaan telen, zodat we ook echt de Nederlandse banaan in de markt kunnen gaan zetten. De Wageningen Universiteit en Research bedacht een oplossing voor de wereldwijd bedreigde bananenplant. Die wordt geteisterd door blad- en bodemschimmels. Weet je wat we doen? We gaan eens kijken eerst hier in de kas als we die banaan nou uit de grond halen. Dan hebben we natuurlijk ook geen last van schimmels die in de grond zitten. In de Gelderse Vallei komt er straks dus een bananenplantage in een kas. Planten groeien dan meters hoog op steenwol of op turf. Niet in de volle grond zoals in het buitenland. Het is nog allemaal in ontwikkelfase, dus de plannen zijn nog niet op papier. Maar kunt u zich het voorstellen? Hier, bananen. Ja, dat is wel... Leuk. Nou, dat ligt een beetje aan hoe ze het met de energiegebruik gaan doen. Als ze lekker zijn, natuurlijk. Het wordt gewoon de Cavendish banaan, gaan we in eerste instantie mee starten. Maar je moet ongeveer toch wel nog een jaar wachten voordat je echt bananen kunt gaan oogsten. Deze groenteboer uit Wageningen is kritisch. Dat is op zichzelf even grappig, maar we staan hier nou bij Colombiaanse bananen. Daar zijn boeren in Colombia van afhankelijk. En maakt die mensen vooral niet brodeloos, hè? Nee, dat gaat absoluut niet concurreren en dat is ook absoluut niet ons doel. Ons doel zal... Naast het feit dat we ook echt bananen produceren, zal ook altijd onderzoek zijn. Neem van mij nou maar aan dat de mensen altijd voor deze goedkope bananen gaan kiezen. En één keer die bananen gaan proberen en dan haken ze heel snel af op de prijs. Wat we wel zien, is dat dit product ook gewoon meer mag kosten. Omdat mensen de hele keten inzichtelijk hebben. We hebben toch veel reacties gekregen dat de banaan echt heel smaakvol was. Dus wacht ze maar af dan, hè? In 2020, dan worden de eerste bananen verwacht.